Oh, ik heb zoveel zin in deze vakantie. Twee. Wij zijn echt fanatieke wandelaars. Oh, zo. De highlights weer bij laten zetten. Ah. Lekker. Waar gaan jullie wel eens naar Pimpers? Reageerde op zijn Tinder berichtje. Het is lastig, want we doen echt ons best. Wat meer die vensterbank in zicht. Nou, we krijgen toch altijd wel tranen hoor, als ik weg bij haar. Oh, het was echt zo'n fijne avond gisteren, zo'n fijn ochtendje net. Nog even gezellig ontbijtje. En het is best wel druk op het moment. We zijn alleen maar met het huis bezig. Wat ik gisteren ook al zei, het is wel lekker om eventjes gewoon dat ik even weg ben. Voor mezelf. Voor hem is het ook gewoon lekker, maar ik mis hem echt nu al. En het huis is zo prettig, dus ik wil ook serieus gewoon niet wegmerken. Ik heb ook zoveel spullen meegenomen dat ik echt zoveel mogelijk mee wil nemen om me thuis te voelen. Terwijl in Zwitserland voel ik me echt thuis, want dat is gewoon een heel fijne plek en een heel chill, ook modern huis, zeg maar. Dus dat is heel relaxed en ik heb gewoon helemaal mijn eigen verdieping, dus het is echt gewoon perfect. En ik heb er zoveel zin in om lekker met mijn moeder te zijn. 3 jaar geleden of zo hebben we dit ook samen gedaan. En niks moet, weet je, gewoon heerlijk, lekker wandelen en een keer uit eten en that's it, in feite. Iemand commentte trouwens onder mijn vlog dat ze het leuk vindt als ik in de auto beelden heb. Maar dit soort beelden haal ik er dus heel vaak uit de vlog, omdat ik altijd denk, hier zit niemand op te wachten. Dus ik vond het wel leuk om dat te lezen. Ik rij nu dus een uur naar mijn moeder en daarna begint de rit naar Zwitserland in feite pas. Maar ik koos ervoor om niet gisteravond al daarheen te gaan, want ik wilde gewoon zo lang mogelijk nog thuis zijn. En ons Emma-bed slaapt zo lekker. Niet normaal. We hebben dus een 2 meter bed. Het slaapt echt fantastisch. Echt heerlijk. Ik slaap er zo goed op. Nou, nu stop ik, want je ziet ook echt niks behalve dit soort van rotte aardappelhoofd. Oh, ik heb ook zoveel zin om gezond te doen. Oh, het enige wat ik ben vergeten zijn mijn freshjes, sapjes. Die had ik nog mee willen nemen. Maar ja, niks aan te doen. Nog 43 minuten rijden en dan ben ik 8:15 bij mijn moeder. Olé, 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 olé. We zijn onderweg. Ik ben nu 1:15 aan het rijden. En nu moeten we zo nodig plassen, maar er is geen tank, dus we gaan hier dus bij een P plassen. En dan zien we... Oh, overal is een eikenprocessierups. Er zijn inderdaad veel eiken hier. Alleen maar eikenbomen. Ja, het is nu geen tijd meer voor en eiken. Allemaal bordjes. Het gaat helemaal naar warme banden. Het eikenprocessie, maar we gaan toch plassen. Oh, ik heb zoveel zin in deze vakantie. Heerlijk. Mama is nog plassen. Nee, je kan je camera opzetten. Oh nee. Ik ben ook echt blij dat we lekker met de auto zijn. Ik heb gewoon serieus mijn dekbed meegenomen. Ik dacht vanochtend, waarom ook niet? Mijn kussen, knuffel, gewoon van die dingen die niet moeten, maar wel echt fijn zijn om mee te hebben. En mama en ik houden allebei van niet te lang stoppen en lekker doorrijden. Ik ben benieuwd hoe laat we aankomen. Dit kost in ieder geval minder tijd dan in de rij staan. Ja, heerlijk, toch? Vreesje die rijden met mensen. Dit vind ik echt veel chiller. We zijn aangekomen. Ik heb dus helemaal niet gevlogd vandaag. Maar ik ben natuurlijk gewoon helemaal niet lekker. Maar alsnog was de reis echt heel erg goed gegaan. Echt top. We gingen 8:45 weg bij mijn moeder. Bij mijn ouders. En we waren hier 8:30. We zijn echt 12 uur onderweg geweest. Maar we hadden tussendoor gewoon geplast als dat moest en zo. Maar niet iets gegeten of iets. Dus dat was wel echt een lange rit. Maar het was echt heel gezellig. En ik vond het helemaal niet te lang duren of zo. En ik heb lekker het hele huisje hier beneden voor mezelf. Mama zit boven. En ik ga echt serieus nu gewoon lekker me klaarmaken en slapen. Ik ben eigenlijk al klaar, want ik zie op geen make-up op. Dus dan de poetsen en zo. En dan vlog ik morgen weer even lekker voor jullie. Maar ik ben echt heel blij dat ik hier ben. Het is de morgen. Oh jongens, ik heb dit zo nodig. Sorry voor deze shots van dit hoofd. Maar even de realiteit. Ik weet dat jullie dat fijn vinden. Ik ben natuurlijk ook echt ziek ben geworden, gewoon door alle drukte en weerstand op. Ik ben zo moe. Ik heb van 11 tot 8 geslapen, volgens mij zonder wakker te worden. Dat heb ik echt nooit. En toen dacht ik ga niet opstaan, want ik ben de laatste tijd zo vroeg wakker elke dag. Dat ik vroeger altijd uitsliep, toen ik nog alleen woonde vooral. En daar haalde ik echt mijn kracht uit. Dus ik dacht, ik ga weer eens gewoon uitslapen. Als je aan het verhuizen bent en zo, dan heb je het gevoel dat je moet opstaan en dingen moet doen. Toen heb ik nog van 8 tot 9 geslapen en daarna nog van 9 tot 10. En echt... alleen maar gedroomd. En ik voel me helemaal zo, waar ben ik? En aan de andere kant helemaal, oh wat heerlijk dat ik hier ben. Even in het zonnetje gezeten met mama. Nu ga ik even mijn koffietje maken en weer gewoon even in de zon zitten. En ik zal niet zoveel vloggen ook hoor, de eerste dagen denk ik. Ik ben gewoon alleen maar eventjes tot mezelf en tot rust aan het komen. Echt zo aan toe. Mijn zorg gaat genieten. Ik sta gewoon de hele tijd in de zon.
Dit is misschien dus de enige zonnige dag nog en zaterdag. Lekker in een handdoek, op een stoel, ongedoucht, zonnebrandcrème op en that's it. Koffietje, water, appeltje. En straks even lekker springtouwen. Dat is echt zo erg genieten. Nou, zal ik maar heel even wat laten zien, want het lukt nu wel. Ik heb het natuurlijk al laten zien, het huis. Ik vlog natuurlijk al 5 jaar, dus wie mij al lang en trouw volgen, die weten het. Het is thuis van mijn ouders. Ik zit in het gastenverblijf, het wordt ook verhuurd. Alla Ventura Mergoscia heet het hier. En mijn ouders hebben boven en dat wordt niet verhuurd. En het is hier gewoon zalig. Beekjes. En in principe is de herfst niet altijd mooi weer, maar we hebben toch altijd wel mazzel. Schommelt het beeld nu minder? Ja, hè? Daar ben ik zo blij mee. Kijk, hier zitten we nu lekker. We hebben niet te licht bij de gepakt, omdat het niet zo lang mooi weer wordt. Waar is mama? Oh ja. Alleen maar hier aan het zitten en dan proberen om niet op mijn telefoon te zitten ook. Hier is het beekje. Daar is mama. Gewoon geweldig. En hierboven is het echt net prehistorie. Dat zal ik jullie ook nog wel laten zien. We zitten echt bijna helemaal bovenaan van het normale gedeelte, zeg maar. Hierboven zijn allemaal heel ander soort huisjes. Mama is dan de hele dag in de tuin aan het werk. En ik niet. Hier is de Loggia. Ook heel erg chill. Hier hebben we ook wel eens een video opgenomen. Oh, je hebt het volgens mij nooit online gezet. En het prachtigste uitzicht. Ook in de avond is het hier echt heel mooi. Ik had mijn vingers op het geluid, maar oké. Ik heb nu eindelijk een stand gevonden dat hij niet zo wiebelt. Oh? Maar als ik dan mezelf vlog, is het weer heel erg ingezoomd. Dus dan moet ik allemaal nog gaan ontdekken deze vakantie. Zo lekker gewoon om er ook even als een persoon bij te lopen. Daar kan ik echt wel genieten. Dat doe ik thuis toch minder ofzo. Badkamer. Wat vinden jullie dat leuk om te zien volgens mij? Wat heb ik mee? Allemaal random dingen eigenlijk. Oh, het beeld is nu echt mooi. Maar dit beeld is minder mooi als ik mezelf film. Maar mooier als ik spullen film. Dus dat is lastig, moet ik een beetje switchen ertussen. Dit is wat ik mee heb eigenlijk. Dan heb ik nog wel meer mee, maar nog niet uitgepakt. Dit is trouwens zo chill om te mengen met je dagcreme. Dat doe ik nu niet, maar als je gewoon iets meer een tintje wil hebben. Ik hoop lekker dat ik een tintje krijg hier trouwens. Nou, dit is het. Deze olie is dus heel chill. Hier is nog een slaapkamer met 2 bedden. Niet opgemaakt. Hier super relaxed. Hier ga ik lekker editen en werken en dat soort dingetjes. Nou, dit is prachtig. Oh, de kerk. Zo leuk hier. Daar lopen dan mensen die gaan naar boven. Daar is een kerkje. Echt prachtig hier. Komt helemaal tot rust. Echt geweldig. Hier liggen wat dingetjes in de koelkast. Ook dingen die niet eens in de koelkast horen. Is dat? Ik ga weer verder chillen. Zo. Ik heb volgens mij morgen best wel lekker bruin. Nu staat er dat het vrijdag, dat er vrijdag weer zon komt. Dus het schrijft een dagje naar voren op. Maar ik denk dat het morgen echt helemaal weer wordt. Maar goed. Weet je, het is heerlijk. Je ziet er gezonder uit. En vitamine D en zo. Maar het is ook lekker als er geen zon is. Dus sommige mensen haten dat ik dit in mijn hand heb. Maar dat is het dopje van mijn lens. En als ik het niet vast heb, raak ik het kwijt. Maar dan kan ik tenminste lekker werken. En dat doe ik niet als de zon schijnt. Ik heb de hele tijd hier gezeten. De laatste 2 uur. Even met H gebeld. En net toen we ophingen, ging de zon zo achter de berg. Ging die daar zo onder, echt. Zie je hem? Ik hing op en het was weg. Dus nu ga ik heerlijk douchen. Haar was echt zoveel zin in. En dan lekker weer iets chills aantrekken. Lekker koken met mama en een beetje misschien werken vanavond. Ik heb heel veel zin om te werken, maar ik heb het nog niet gedaan, want ik moet ook uitrusten. Het is inmiddels bijna 7 uur. Ik heb even beneden een beetje op mijn computer gezeten en mama is aan het koken. Ja, het is best wel laat hoor. Oh, het ziet er echt super lekker uit. Ik kon het en daarom is het zo. En ik heb het oranje stukje van gisteren ook al gedaan. Ik voelde dat ik helemaal op een soort van oord ben of zo. Ik ben helemaal de hele dag niks gedaan. Ik was nog doodmoe. Helemaal zin om te gaan slapen om 6 uur. Ja. Niet normaal. Wel lekker dat je zo bruin bent geworden, maar zit ik echt helemaal bij mijn hoofd naar beneden. Ja, je zit wel de hele dag te werken. Ik heb natuurlijk echt letterlijk niks gedaan. Maar ik heb mijn hoofd toch niet naar beneden de hele tijd?
Nee, maar wel je rug naar de zon. Maar hoe komt het zo niet oranje? Doordat het die pompoen is iets geler, dat heb je net gezien. Ja, hij was heel fel, vond ik. Lekker zeg. Maar die groene schil, die maakte deze kleur. Oh, de schil zit erin. Zo, hé, lekker. En bij die andere zit ook de schil en die is echt heel oranje. Oh, heerlijk. Maar dit is lekker als je op vakantie bent en iemand anders heeft het gemaakt. Ik vind eten sowieso veel lekkerder als iemand het anders het maakt. Ik moet eerlijk zeggen dat normaal koopt papa natuurlijk voor me. Dus ik vond het al wel fijn dat jij mijn lunch deed, want dan hoef ik er niet voor naar boven. Dit is, ik hou er sowieso heel erg van als iemand eten voor je maakt. Het is zo lekker. Ik geniet niet van eten als ik het zelf heb gemaakt. In de zomer heb ik ook grote lepel. Ja. Ik heb liever een kleine lepel. Ik proef zoveel tussendoor dat ik gewoon geen zin meer heb in het avondeten dan. Ik proef niet tussendoor. Nee? Mama is weer lekker in de tuin bezig sinds vroeg en ik ben lekker aan het editen. En daar geniet ik echt helemaal van. Ik moet even die stoel naar beneden halen. Dit ziet er niet echt chill uit. Maar ik ben helemaal aan het genieten hier. Wow, ik zit net op Insta. Super cool, maar hier is er nog één. Oh, hier zit niet zo aan. Net zag je het hout er echt zo aan zitten. Vet cool. De mensen wonen zo hoog dat ze met hele koets binnen laten. Hoe snel ze dat doen? Het is echt naar beneden en een paar seconden later zit het er gewoon aan. Cool. Ja, net hout en nu een zak. Cool. Maar hij haalt het weg. Ja, hij haalt het weg. Wow, Lago is mooi. Oh my god, ik ben echt een zombie. Het is 2:30. Ik heb letterlijk 2 maiswafels gegeten en drijven. En ik zit alleen maar te werken. Ik heb al 1:05 aan beeldmateriaal. Hoe is dit nou? En dat valt aan mij. Mama en ik lijken erg op elkaar. Dat is wel heel chill. Dat we allebei zo erg ons eigen ding doen. Want zij zit letterlijk al 100 uur in de tuin te werken. En ik zit letterlijk al 100 uur smerig in mijn badjas. Helemaal in mijn eigen wereld. Het editen. En nu riep ik uit het raam en zeg, mam, ik heb 1:05 bewerkt. We moeten nu echt even eten. Want ik maak dan even het eten. Omdat zij zo hard werkt. Ze heeft me net instructies gegeven over hoe ze haar broodje wil. En ik ga precies hetzelfde broodje maken. Gisteren had ik dus een perfect gekookt ei. Maar ik weet niet precies hoe ik het heb gedaan. Dus mama zegt, warm kraanwater, daar doe je het ei in. Dan zet je hem op het vuur. En vanaf het moment dat hij kookt, nog 4 minuten. En dan wil ze daar een halve avocado. Want we deden een avocado. Een halve. Even een mooie view daarop. 2 van de vierkante boterhammen. Geroosterd in de broodrood. In de tosti-ijzer. Dan de langwerpige. Nee. Langwerpig gevuld met avocado. Zo 4 boterhammen. 2 boterhammen met een halve avocado. En 2 vierkante boterhammen met het ei. Oké. Okay. En dan was er ook nog chai tea. Oké. Okay. Oh ja, er moest minder peper op haar ei dan gisteren. Oh, dit is wel heel warm water. Ik heb altijd van het Reformhuis ecologische winkelbrood. Deze met avocado, deze met ei dus. Oké. Okay. Eline? Ja? Eet jij ook het bruine van de avocado? Naast. Dit? Een beetje bruin? Als het zwart en harig is, vind ik het niet lekker, maar het is een heel beetje bruin. Mag dat er gewoon bij? Bij jou? Ja, staat er maar leven. Oké. Okay. Nou, met dit broodje avocado. Ik zou het zo willen. Zij worden dan nog een boterham bovenop. Oké, okay, dat is 1. En dan gaan we nu het broodje ei. En dit is voor mij, ik heb mezelf wat minder avocado gegeven. Nou, hij was helemaal niet makkelijk te pellen. En ik heb hem, na 4 minuten voelde het gewoon te kort. Toen heb ik hem nog bijna een minuut in het kokend water laten staan. Volgens mij is hij alsnog te zacht. We gaan het zien. Even wachten op het brood. Interessant dit, hè? Gelukkig had ik hem zelf nog een minuutje langer gedaan, want hij is eigenlijk net... Kijk, hier is nog witte flubber. Ik hou daar niet van. 30 minuten langer was perfect. Ik ga voortaan mijn eigen manier doen. Gewoon 7 minuten in kokend water, volgens mij. Het is altijd zo moeilijk. Nou, ga ik eerst het broodje naar mama brengen. Oh, ze wilde ook nog thee. Nou, dan breng ik eerst dit naar mama. En dan maak ik mijn en breng ik haar thee. Dit eet Eline. Dat gaan we nu buiten lekker opeten. Het is niet echt mooi weer, maar ook niet slecht. Heerlijk was dat. Genoten. Buiten gegeten, ook al is er geen zon. Nu nog even een tweede koffie voor vandaag. Want we gaan zo wandelen. Ik ben vet bang dat ik geen conditie heb en alles. Dus dan maar even koffie voor de energie. En ik dacht dat ik geen legging mee had, maar heb ik gelukkig wel. Ik ga gewoon lekker naar de legging en een lelijke trui. En even douchen. En dan lekker gewoon zonder make-up wandelen. Mama wil dus kastanjes rapen.
We hebben wel wat kastanjes gevonden, echt. Al na 5 minuten. Maar die zien er niet echt goed uit. Waar was het nou? Ik ben het nu al kwijt. Oh ja, hier bijvoorbeeld. In Bolster nog. Maar stelt niet zoveel voor. Heel raar. Kijk, lijken wel beukennootjes, joh. Hè? Zij wilde wandelen. We zitten netwerk 3 minuten. Zit ze al in de zon. En ik heb wel een plek gevonden. Oh nee. Maar ze zijn zo klein. En mama zegt wel dat ze tam zijn. Dus. Maar mijn truc is gewoon openbreken met je voet eigenlijk. En hier liggen dus heel veel groeien die er best wel fresh uitzien. Maar met je vinger doet echt pijn. Met je hand. Dan pak ze gewoon. Ik vind het wel leuk. Hè? Ik hou van je eigen eten pakken. Vroeger gingen we altijd wel frambozen plukken. Dat vind ik ook zo leuk. En dan maakte het echt niet uit of ik vol met brandnetels zat of zo. Dan voelde ik me echt zo'n Robinson. Frambozen. Wow, er valt nu een kastanje. Die ga ik pakken. Precies die. Die is denk ik heel vers. Oh, deze ziet er ook lekker uit. Wow, groot. Oh nee, deze wil ik. Deze valt nu net naar beneden, maar die zit nog helemaal dicht. Er vallen allemaal kastanjes naar beneden op je hoofd straks. Dat je veel pijn dat doet. Nee, niet op de brede stam. Huh? Wat komt dat hier nu net allemaal uit? Nee, ik had het al gepakt. Oh, je moet gewoon een beetje trekken, zeg maar, met je voet. Gewoon squeeze. Niet echt strappen, maar gewoon open. Gewoon zo. Oh. Mam, nee, niet mollen. Gewoon open trekken met je voet. Wow, er zitten 4 vierlingen. Ja. Maar ze zijn echt fanatieke wandelaars die elke 5 minuten stoppen bij een steen in de zon. Zo grappig. Hoe chill is deze spot? Ik zie niet wat ik vlog, maar... En hoe hoger we gaan, hoe meer zon. Dus we kunnen ook ervoor kiezen om met de zon mee te lopen. En gewoon zo lang mogelijk zon te pakken. En dan in de schaduw terug te lopen. Theoretisch is het wel zo. Kan. Nou, ook weer niet. Want beneden is het ook langer zonnig. Want daar heb je geen berg. Jawel. In het dal is het altijd heel lang zonnig. Ja, het scheelt heel weinig. Het lijkt altijd zo. Met Hoe lekker is het, jongens? Gewoon maar zo ik weet, als we eens even weg in de je bent gewoon nergens hier. Blijf nog even boven, voordat ik... Ja. Wie heeft er meer kastanjes? Ik denk dat ik er wel meer heb dan jij, maar ik weet het niet. Hoeveel heb jij er, denk je? 40. Oh, ik veel meer. Wow! Dus jij hebt ook hele kleintjes. Ja, alleen maar. Gaan ze tellen net als bij de kleuter? Wil jij, ja? Dat je er altijd heel veel kunnen tellen. Wow, kijk hoeveel ik er heb. Ook veel? Oh, zo. Oh my god, als jij er meer hebt, hè? Nee. Ja, of evenveel. Evenveel in de kleuters ook, hè? Ik dacht dat ik er echt meer zou hebben dan jij. Je hebt niks opengemaakt. Oeh, ik heb al die bolsters lopen openmaken. Jij hebt alleen... We hebben eigenlijk wel evenveel. Geraakt. Misschien heb ik ietsje meer, maar kijk, deze is mooi. Zo horen ze te zijn. Deze. Nou, ik zal je zeggen, het is ongeveer hetzelfde. Nee, je hebt er ietsjes meer, maar het lijkt wel heel erg op elkaar. Toevallig. Ik heb kleinere, dus misschien heb ik er wel meer. Ik ga eventjes de grote sorteren. Oké, okay. Is leuk om te doen. Grote klein. Mama die zei dus dat ze dus altijd het puntje kerft. Toen ging ik het googlen. En je moet gewoon... Mag ik hem heel even openen of niet? Kan ik hem niet even tussendoor openen? Nou, kijk. Gewoon de platte kant onderleggen en aan de bovenkant kerven. Dan gaat hij helemaal mooi open. Zij zegt, het is altijd zoveel werk om te pellen. Nou, nu dus niet waarschijnlijk. Maar zijn ze nou van zichzelf een beetje zoetig of zit er altijd honing of zo? Oh, dan zijn ze van zichzelf. Ik vind ze natuurlijk heel lekker. We waren hier lekker aan het kerven. Gewoon helemaal zo, zeg maar. Terwijl we aan het wachten waren, je weet dat niet eens volgens mij, dat ik aan het springtouw was. Oh. Voor het eerst in het buiten weer gesprinkthouwd. En de eerste keer heb ik nog nooit gehad dat ik er 130. Zonder stukken. Ja, en daarna steeds minder. En ik moest van mezelf tot de 500. Sure. Toen dacht ik, het gaat nog wel. En toen liep ik hier, ging ik op de wc's zitten en toen voelde ik hoe moe ik was. Het is heel heftig. Maar ik kan niet zo vaak zonder dat die stopt. Zo, ja. Maar ik ben echt heel blij dat ik dat zo goed kan. Daar ging ik het doen. Ik ga dat sowieso nu elke dag doen. Ik wist van vorige keer dat ik dit zo chill vond om te doen. Buiten? Ja, ik deed nu ook buiten. Oh, daar stond ik. Echt? Ja. Dan kreeg je ook frisse lucht in. Zo, dit was even heel erg fijn om te doen. Wow, nu zijn ze goed. Ja, maar als ze weer zo vies zijn als net. Ja, zo wordt het.
Nou, ze zijn niet goed. Kijk, het gaat nu al blijven kleven. Oh. Heel hard. Ja, dan zijn ze te hard geworden. Echt? Oh. Kijk hoe ziek, het lijkt wel uien. Eigenlijk is één wel genoeg, maar ik vind het heel lekker een koude aardappel of zo morgen. Oh ja. Maar ik heb op zich wel trek, dus misschien wil ik het wel allebei. Oh, met zoete aardappel vind ik dat heel vies wat jij hebt. Ja. Heb je genoeg bonen, dat je niet zo mee hebt? Ja. Ik vind het zo grappig dat ik dit soort eten vroeger als kind echt dacht van, eens, dat is heel verwend. En nu denk ik, oh, lekker. En die spergebonen die eigenlijk niet meer mooi waren. Zo grappig. Ze waren wel mooi, maar ja, die ligt in de ijskast. Ziet er nu mooier uit dan net. Kijk hoe mooi. Ik vind het lekker. Ja, ik hou dus niet van zoet. Maar lekker om een zoet aardappel gewoon te koken eigenlijk. Van de Turk. Dit vind ik echt een 10 en dat een 5, zeg maar. Ik hou gewoon niet van zoet. Maar hoe smaakt het gekookt? Ik ben wel benieuwd. Niet zoet, lekker. Ja? Wil je ook een stuk van mij? Van de groentechips. Ken je dat, groentechips? Ja, maar die heb je ook met zoete aardappel. Daar smaakt het naar echt naar groentechips. Ik ga van peper op hard. Ja. Ik eet dan dus liever groenten. Wat echt veel minder calorieën heeft en zo. Of zit pompoen. Waarom zit in dit zoveel calorieën en pompoen niet? Voor mij is het exact hetzelfde. Maar dit is heel voedsel. Dat was het verschil. Ik wist niet dat ik dacht dat zoete aardappel heel gezond was. Is het ook, maar het heeft dus volgens mij meer calorieën dan dit. En als je zoals ik erop let, eet ik dus liever geen zoete aardappel. Anders zo raar. Lekker zout. Ik vind dit echt heerlijk aardappel. Oh, lekker, nog een beetje hard. Dat vind ik zo lekker. Ik ben lekker de hele ochtend, al een tijdje, bezig op mijn MacBook met mijn webshop. Want ik ben heel ver met mijn vlog, maar ik wilde ook even aan mijn webshop aandacht besteden. Want dat is eigenlijk zo lang geleden dat ik er echt goed naar gekeken heb. En nog steeds heb ik er niet echt goed naar gekeken, maar ik ben er wel mee bezig. En ik heb nu bijvoorbeeld ontdekt dat er eindelijk een tool is waarmee je als klant kan aangeven dat je een e-mail wil ontvangen als een product weer op voorraad is. En ik ben Klarna aan het toevoegen. En zo ben ik een beetje bezig. En het is echt heerlijk. Ik vind mijn MacBook zo fantastisch. De koppeling met je iPhone en je MacBook is gewoon heerlijk. Ik kan zoiets airdroppen naar mijn laptop en het staat er meteen op. Dat je met je vinger alle wachtwoorden erin hebt staan. Sowieso alles wat op mijn telefoon qua wachtwoorden staat, staat ook op mijn MacBook. Het scherm is gewoon prachtig. Het formaat is echt heerlijk. Ik ben er zo blij mee. Niet normaal. Ja. Boerenkool. Nee. Cavallaro Nero. Cavallo Nero. Kijk hier. Allemaal nog niet gedaan, hè? Ik ga het ook niet doen, hè? Ik ga het gewoon uit. Denk al, wat ruim jij ineens snel het eten af? Mm. Je bent bang dat ik al naar beneden ga. Dit heb ik thuis ook, hè? Ik ging het met Haas spelen. Hij heeft het nog nooit gespeeld. Dat is grappig om het dan met anders te spelen. Want die doet... Ik dacht, wat doe jij nou allemaal? Wat? Hij deed nog best goed. Ja? Maar ik had wel gewonnen. Okay. Maar je moet dus spelen met iemand die het nog nooit heeft gedaan. Heb ik boerenkool dat met dat? Ja, heel veel. Mama rood, zegt papa. Want hij denkt dat jij al wint, maar echt niet. Ik had zoveel opties uitstaan. Dat als ik één keer niet had gewonnen, dan had ik de tweede keer wel gewonnen. En de derde keer ook gewonnen in één spel. Lekker. Maar waarom zet jij geen bondjes? geen opties uit? Zonde. Ik vind vierenprij gewoon niet zo heel leuk. Het is gewoon best wel makkelijk of zo. Behalve als je de eerste ronde dom doet. Ik zit dan straks lekker serie te kijken. Nou, ik heb gisteren echt niks gevlogd, maar ik ben eventjes weer de hele dag in de zon gelegen. Daarna eventjes naar beneden gereden, bergaf vond ik wel leuk. Even naar een H&M geweest. 3 dingen gekocht, laat ik thuis wel zien, maar verder niet boeiend. Ik wil ook niet te veel hier vloggen, want dat is denk ik een beetje saai. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Vandaag weer de hele dag in de zon gezeten. Dit is dus de laatste dag. En nu wilden mama en ik het laatste uurtje gaan wandelen. Maar toen ik in de douche was, dacht ik, ik vind het eigenlijk echt zonde om het laatste uurtje zon te gaan wandelen. Dus zei ik tegen mama, wil jij persen wel? En dan zei ze, nou, we kunnen ook een rozeetje drinken. Dus nu gaan we zo over een kwartiertje even een rozeetje drinken. En ik heb eigenlijk het hier zo op het balkon. Er zit ook een stopcontact lopen, epileren en harsen. Wat ik al heel lang wil doen. Echt helemaal alles weg en echt helemaal zoveel pijn. Heerlijk. En nu nog een klein uurtje zon, gaan we lekker even een wijntje doen. En dan ga ik in de avond alles hier opruimen. De laatste keer dat ik er zo bij kan lopen, als ik moet geloven hoe het weer in Nederland is. Helaas. Hele lekkere. Ja, ken je hem. Rosé Bordeaux, ja. Bordeaux. Zo zitten we hier nog even. Laatste zon van het jaar. Waarschijnlijk. Het is
schijnt echt een drama te zijn in deze moment. Tja, terwijl dit echt in de zon ik is. Ik hoef niet zo voor. In de zon is 23 graden. Zo? Ja. Mooi kleurtje. Ja, lekker. Mooier dan wat je op het terras had. Prachtig. Wat een mooi kleurtje. Cheers. Weet je, mijn papa en ik ook altijd. We hebben er nog geen staan voor als wij komen. Proost, op de goede vakantie. Op deze proost. Lekkere dag. Nou, tweede keer alcohol deze vakantie. De zon is bij. Oh, het is echt zo. We zijn heel verdrietig. Het voelt echt als aftellen, laatste avondmaal. Zo voelden we ons. Nu is het gewoon voorbij, de vakantie. Dat is wel echt zo. Het is wel zo hoor, omdat we dus. We gaan nu pas beginnen met. Nou, ik dan met schoonmaken, opruimen. Oh, het is echt voorbij. Dit was onze vakantie, man. Achter de berg. Doei. Zo erg. En nu gaan we naar Nederland, waar het echt verschrikkelijk is. Het is al 11 minuten voor 9. Ja, maar dan zijn we weg. Nee, maar dat is, de aai is wel echt lang. Het is niet dat hij is hij nu nou echt onder eigenlijk? Ja, 28. Ja, hij is nog niet officieel helemaal onder. Doei. Oh, huilen. Laatste keer springtouw dan. Oh my god. Oh. We begonnen met pompoensoep en we eindigen met pompoensoep, toch? Ja! Of niet? Ja. Zo jongens, deze monstert is lekker van de Coop. Micro? Oh ja, micro. Echt 50 cent of zo. Hij is heel chill. Een beetje dunner. Ik heb van Aldi. Oh, kan ook. Ik heb Aldi gekocht, maar het is gewoon een beetje overal verkocht. Pumpkin soup. Wil je meer? Nee, niet in dit bord. Dit zie ik vol. Daar gaan we. Het is bijna 8:30. We zijn best wel laat. Maar het is wel mooi om hier doorheen te rijden nu het al een beetje licht is. Het ziet er echt mooi uit. Leuk. Ik heb niet eens meer boven gefilmd hoe het eruit ziet, maar ik heb dat wel in mijn vorige vlogs laten zien. Van vorig jaar. Mooi. Het lijkt wel Zuid-Frankrijk ineens. Bijna alle bergen. Oké, tankstop. En nu ga ik rijden. Ik ben benieuwd hoe laat ik thuis ben. 11:00 en 3/4 later. 3/4? Ja. Nee. Wel? 7:30. Nee hoor. Ja, we gingen toch. Niet doen. Het is koud. Nee. Oh, 11:00 en 1/4? Ja. Oh ja. Even een tussenstop. Ik moet natuurlijk nog naar Zoetermeer, maar papa heeft lekker eten voor ons. Heerlijk. Het kunnen niet veel mensen zeggen als ze thuiskomen na een autoreis. Het kunnen echt niet veel mensen zeggen. Waarom praat jij maar na, Edina? Ja, autoreis. Lekker. Wow, mooi. Oh. Ik ga dus even een beetje mijn gezicht reinigen, zodat mijn vriend ook nog een beetje een aantrekkelijke vrouw heeft als hij straks thuis komt. Hi, jullie zien me eindelijk weer een keertje met make-up op, al zie je niet zoveel. Nou, ik ben weer thuis. Gisteren een hele leuke avond gehad met Hanoeg. Nou, ik was er echt pas 9:30, maar leuk avondje gehad, leuk om hem weer te zien. En nu was ik ook lekker vroeg opgestaan, wat dingetjes gedaan. En nu ga ik naar de kapper, ik ga highlights weer bij laten zetten. Ik vond het weer tijd. Dus ik heb om 12:00 een afspraak. Dat is het een beetje. En dan ga ik bestellingen maken. Want ik heb 32 bestellingen nu openstaan. Super nice. En in de auto heb ik al alle verzendlabels en zo gemaakt. Dus dat scheelt. Nou, doei. Nou, ik ben er. Dit is mijn haar nu. Ik heb hier wel... Ja, ik heb het al een tijdje niet gedaan hoor. Maar in principe is hier helemaal uitgroei. Helemaal bijgaard, helemaal bruin. Ja, dus... Ja, ik wil bij Josje had ik toen babylights. Ik wil denk ik ietsjes meer dan babylights, maar ik vind het lastig. Ik wil niet echt zo ja, ik weet het niet. Ik moet even goed met haar overleggen. Ik ga niet vloggen of zo. Dus jullie zien het straks, over 2 uur of zo. Spannend. Maar yo, ik had echt mijn vlogcamera mee moeten nemen. Het is echt niet normaal, jongens. Het is... Ik heb het koud, want ik heb 4 uur lang daar gezeten. Ik was om 12:00 geholpen en het is nu 4:00. Want er ging uiteindelijk veel meer doen. Waarschijnlijk zie je het niet eens, want het is heel subtiel. En ik heb mijn haar nog niet gedaan. Het is dan even snel gefeund. Maar ze adviseerde. Er kwam een vrouw bij. En ik had een meisje van 17 in opleiding. Maar echt super professioneel is ze. En echt heel volwassen. Echt heel leuk. En ze verdient ook gewoon normale tarieven. Maar ze is nog wel in opleiding. En ze haalde ook haar baas erbij en zo. En die zei van, nou eigenlijk vind ik dat je gewoon niet meer moet blonderen. Want... Je haar gaat gewoon zo dood ervan. Toen zei ik, ja, ik wil het dan wel langzaam aan minderen, weet je wel. Dus ik wil dan heel veel lichte plukjes. Ze hebben heel hoofdfolies gedaan, maar dan dus echt super dun. Ze heeft het heel natuurlijk gedaan. Toen ook nog
Olaplex 1 en 2, dus de Extreme of zo, de volledige Olaplex. En ook nog toner. Ik dacht, ja, doe allemaal maar. En ook nog die colorbehandeling. En nog geknipt. En het is weer korter. Ik zei, ja jeetje, vorige keer heb ik het ook al veel korter gedaan. Echt heel kort geleden nog, maar het moet. Want ik wil geen laagjes in mijn haar. En dit is allemaal zo dood, die plukjes. Dus wil ik het op één lengte hebben, dan moet je wel van het onderste stuk af. En ze zei al van, ja, het is eigenlijk zonde, want dat is je gezondste gedeelte. Maar als ik dit de hele tijd lang laat, en dit blijft maar afbreken en moet je steeds een beetje bijknippen, ja, dan krijg je heel erg lagen. Dus het moet wel. Dus het is weer wat korter, maar ja, boeiend. Voorlopig krijg ik toch nog geen lang haar. Dat gaat nog heel lang duren. Echt pas als die hele laag die ik zelf geblondeerd heb eruit is. Dus, nou ja. Zie je het? Dus dit is nu langzaamaan mooi aan het worden. Mooi geworden. En de rest is nog allemaal wat ik zelf heb geverfd. Maar komt goed. Ik denk over een jaar kan ik denk ik een beetje gaan beginnen met dat mijn haar beter gaat worden. Nu ben ik echt helemaal gaar. Want ik heb letterlijk alleen maar gechilled. En daar word je moe van. Ik heb niet op mijn laptop gewerkt. Die had ik wel mee. Alleen maar heel gezellig daar lopen kletsen. En lekker met mijn ogen dicht. Gewoon lopen chillen in zo'n stoel. Heerlijk. Ik denk alleen dat ik morgen ga sporten. Want voor nu vind ik dit wel even genoeg. Ik ga even boodschappen doen. En ga ik morgen lekker sporten. Dus ik vond het wel lang genoeg gezit dit. Maar ik ben er wel heel blij mee. Hallo, eerste keer dat ik vlog in dit huis weer sinds ik thuis ben. Mijn haar is trouwens... Ik vond het eigenlijk niet waard. Want ik ben eigenlijk minder blond dan ik was. Omdat het blond eraf is geknipt. En de highlights zijn wel echt... Eigenlijk vind ik te licht. Ja, zo licht... Dat het idee van de uitgroei, bijwerken, zie je? Is wel echt minimaal hoor. Maar ja, het was duur. Ik heb er lang gezeten, dus eigenlijk is het wel balen. Maar ze hebben wel echt hun best gedaan. Ik heb geen zin om dan terug te gaan of zo. Maar de overloop is echt niet beter nu of zo. En dit is heel weinig haar. Maar goed, het maakt me niet zo heel erg veel uit. Het is wel duur en veel tijd. Maar het is niet lelijk. Zeker niet. En ik heb even geen tijd om me er zorgen over te maken. Ik ben nu hier aan de slag. Kijk, hij heeft dit gedaan toen ik op vakantie was. Geweldig. De lade is erin gezet. En nog mandjes gevouwen en zo. En de plank erin gezet. Deuren erop gezet. En het licht. Wat ik dus al helemaal was vergeten. Is echt zo cool. Op mijne zit nog geen handvat. Die moet je dus zelf boren. Dat heeft hij gisteren daar vast gedaan. Vet hè? Ik ben er echt heel blij mee. Hier zit dan vast een spiegeldeur die heel snel vies wordt. Zo'n kleintje. Voor dit hoekdeel hier moet nog licht. En dan komen hier nog planken in. Dat kan ik ook nog wel gaan doen. Maar nu geen tijd voor. En dan komt hier nog een spiegeldeur. Maar die was nog niet in Delft op voorraad. Maar wat ik nu dus ga doen is het een beetje indelen. De laatste prulletjes. Dus die liggen hier. Het is echt een drama. En echt kijken welk ondergoed kan gewoon weg. Ik heb wel nu wat meer ruimte, dus bijvoorbeeld ondergoed wat ik maar heel af en toe draag, kan ik wel bewaren. Maar ik heb hier nu witte shirts, hemdjes, lange pyjama's, korte pyjama's, fluffy sokken, panties. Strings die ik minder vaak draag, strings die ik vaak draag, die is echt helemaal op. Korte sokken, lange sokken, BH's, een beetje zo ga ik het indelen. Maar echt heel veel zit nog in mijn koffer en hier, dus daar ga ik nu mee aan de slag. Oh ja, en ik heb gisteren 2:15 s'avonds tot 22:45 bestellingen lopen maken voor de webshop. Waar ik heel blij mee ben. Daar wil ik straks ook weer mee doorgaan. Dat is super veel werk omdat het sale is. Dat zijn echt oudere producten die besteld zijn. Waar ik echt heel lang naar moet zoeken. En daarom wil ik dus ook eigenlijk leeg verkopen. Want ik wil gewoon graag, weet je, naar een voorraad van 20 kettingjes. Van één soort in plaats van 20 verschillende kettingjes. Want ik heb zoveel dat het maken van bestellingen niet meer leuk is. Omdat het zo moeilijk is om alles te vinden. En omdat het ouder is, is er ook soms de kans dat het per ongeluk al niet meer op voorraad is omdat ik het wist. En dat is ook weer gedoe. Dus nou ja, ik hoop gewoon dat ik lekker veel blijf verkopen. Het is wel beter dat dit plukje wat korter is, denk ik. Ik vroeg of ze dat wat korter wilden knippen. Nou ja, dit is zo afgebroken. Kijk, ze kunnen wel zeggen van, we moeten het afknippen, want het blijft maar afbreken. Maar als je het korter knipt, is het ook nog afgebroken. Nog wel lekker een beetje bruin. En mijn pigmentvlekken zijn wel weer erg geworden. Maar ja... Mocht iemand trouwens weten of je dit kan laten laseren, maar echt exact deze vlekken, volgens mij is het melasma. Laat het me even weten, want ik zou het wel willen doen. Want ik zie wel eens foto's van mezelf van toen ik het niet had. En het is wel echt een heel groot verschil hoor. Het is wel veel mooier zonder. Terwijl ik vind dit wel cute, maar dit is wel echt storend. Oké, nou ik ga even aan de slag.
Oké, ik heb echt geen zin meer. Ik ben wel heel goed bezig. Zo ziet het er nu hier uit. Ik ga nu niet helemaal uitgebreid vertellen hoe ik alles heb. Dat doe ik wel op het einde. Ik heb er echt veel te veel panties. Maar ik ga echt niet nu kijken welke er weg kunnen. Maar goed, zo is het nu. Kijk, deze hele stapel heb ik gisteren al gemaakt. Het is hier nog wel steeds een zooi, maar er valt in te werken. En ik ga even door met de volgende bestellingen. Super leuk pakketje. Deze is gewoon 3 euro. Maar hoe leuk. Iemand heeft ook dus Rut. Een trouwkijker ook, als het goed is. Trouwe klant. Deze superleuke kaartjes. Die hebben we nog steeds trouwens. Heel mooi dik. Zijn nu 1 euro. Maar wat leuk dat ze die besteld heeft. Deze er nog even bij doen. Zo leuk om al die oude kettingjes te zien. Echt allemaal laatste stuk. Super goedkoop nu. Echt heel leuk. Gewoon leuk om ze weer te zien. Dit is echt 2 jaar oud of zo. Maar nog super mooi. En voor leuke prijsjes. Dus check zeker nog even Komoa, want er is nog genoeg hoor. Oké, iemand heeft inclusief verzending 42,50 betaald. Voor een surprise box van 140 euro. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar maakt niet uit. Mijn fout. Maar ik ben helemaal losgegaan. Er zit echt 200 euro aan waarde in ofzo. Want ik moet toch van de spullen af. Dus ik hoop dat ze er heel blij mee is. Nou, toch wel iets van 30 bestellingen gaan er nu de deur uit, denk ik. Van iets minder 28 of zo. Niet heel grote bestellingen helaas. Wel groot, maar allemaal sieraden met name. Dus niet dat het heel erg opruimt, maar toch ook weer wel. Maar trouwens echt kort. En deze blouse had ik in Zwitserland gekocht. Echt heerlijk H&M oversized. Ik hou ervan. En nu gaan we even naar de Hornbach ofzo. En even eerst mijn bestelling wegbrengen. Ik wou dit laten zien, maar dat werkt niet. Gewoon echt heerlijk. Lekker oversized. Veel broek erbij. Mooi is anders, maar het is wel een soort van stilo en ik hou ervan. Nee, die bedoel ik niet. We zijn in de Hornbach, maar ik... Kijk, ik hou dus van dit, hè. Dit is gewoon geweldig. Fluffy. Al die fluffy dingen. En wat ik dus haat, van die... Wat mijn oma in huis heeft. Maar ik denk dus dat we wel voor zoiets moeten gaan. Want alles is al zo neutraal in ons huis. Dus ik denk dat dit super mooi gaat zijn in ons huis. Ook al hou ik er niet van. Ik neig een beetje naar die. Want je hebt dus ook... Bijvoorbeeld deze. Kan ook wel vet zijn. Ik twijfel een beetje tussen die... En die van net. Terwijl ik ze dus eigenlijk allebei niet mooi vind. Maar soms moet je juist iets wat niet mooi is kiezen. En dan maakt het weer mooi, zeg maar. We hebben het kleed gekocht. Het is niet dat ik het mooi vind, maar ik vind het kleden gewoon sowieso niet zo snel mooi. En hier, echt 2 minuten dicht vandaan, zit Oriental. Kijk. Dus kan ik eindelijk weer even dumplings halen. Daar heb ik eerlijk al 3 weken of zo zin in. En ik wist niet dat hij hier zat. Ik ga dit even proeven. Dit is zo'n zeeërsnack, maar die dan niet gefrituurd is. Want die gefrituurde dingen zijn zo slecht voor je. Maar er zit denk ik wel een beetje olie op. Corn oil, sesame oil, salt, wasabi seasoning. 100 gram heeft 630 calorieën. Dit hele pakje is 4 gram. Heb je ooit iets gegeten wat 4 gram is? Wow. En zeeër is heel gezond. Kijk, alsjeblieft. Best lekker. Lekker? Lekker? Hallo. Maar wel. Ik heb echt een ervaring. Jij vindt het ook. Wel. Ik kan misschien ook in één keer zo al die laagjes opeten. Dat is misschien ook lekker. Wow. Horen jullie ook crunchy? Wil je nog meer? Nou, dit is cool als je dit mee naar school krijgt. Wow. Hele goede aankoop. En dit nog. Maar dit is altijd heel duur. Maar dit had mijn vader vroeger altijd. Als hij naar de Japanse winkel was geweest, vond ik het helemaal cool. Dit is ook niet zo ongezond, want heel veel dingen zijn wel echt ongezond. Dit is gewoon een rijstcracker. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Als het goed is, is het heel lekker. Gewoon een rijst. Ook een goede snack. Ik zal zo even laten zien wat we nog meer hebben gekocht. Best wel, zeg maar, echt normale dingen. Niet allemaal van die rare. Wel. Zeg maar. Wat je niet in de supermarkt hebt. Maar wel gewoon avondeten. Dus. Ik heb het dus nog helemaal niet aan jullie verteld. Maar Polly heeft dus, had dus eieren. Een tijdje geleden. En 2 van haar eieren zijn dus uitgekomen. En ze heeft dus baby's. En je gaat nu zien hoe de baby er nu op dit moment uitziet. Mama stuurt een foto. Het is niet normaal. Ik wil deze baby zo graag hebben. Maar het wordt hem niet. Dan moet je even kijken.
Het is wel het schattigste wat je ooit in je leven hebt gezien. Niet normaal. Als je dit op Marktplaats ziet, iedereen wil deze baby hebben. Zo schattig. Heel cute. Oh my god. Leuk hè? Molly is ook weer lekker fluffy nu ze baby's heeft gemaakt. Hallo jongens. Ik heb vandaag, het was een korte dag tot 11:45 en ik ging pas om 5:00 weg van mijn werk. Niet normaal. Ik heb heel gezellig met mijn collega's gekletst en belangrijke gesprekken gehad en zo. En nu zijn de vloerkleden er dus. We hebben er 3 besteld bij Weekamp. Oh, heb ik die ander wel gefilmd? Ik heb hem niet eens gefilmd, maar hij was niet mooi. Oh, wat stom. Heb ik het gefilmd? Ah, nee hè? Die blauwe. Nu hebben we dus hier 3 kleden. Denk ik, ik vind deze tot nu toe heel leuk. Gisteren zag ik dus bij de Amazing Oriental dit. Gewoon van Look a Look, maar dan is het er nu niet. Maar het zijn dus tong tattoos en we gaan het even testen. Kijk. Oké, dan moet ik hem warm laten worden. Oh, hij zonk er even niet uit. Jouw tong is veel mooier. Wil je deze ook? Hallo? Hallo? Wie wil er met mij zoenen? Jongens, we zijn opgelicht. Er zitten echt maar 1 velletje met tattoos in. Dat vind ik wel een beetje een teleurstelling. Nou, verder zit er alleen maar dit in. Lekker. Ik dacht trouwens dat ik een geniaal idee had bedacht. Want ik dacht ineens van, hé, waarom zijn er geen thermosbekers voor eten? Maar toen kwam ik erachter dat het wel bestaat. Echt geweldig, heb je online. Maar Hema heeft er ook 1 voor 10 euro. Oh, dat is best wel lelijk. Met vlekken erop, maar oké. Dat is deze. Ik dacht, ik bestel die. Dan kan ik gewoon lekker havermoutjes mee naar mijn werk nemen. En zo. Oh nee, ik wilde deze fles. Van mijn lievelingsfles, daarvan ben ik dus de dop verloren. In Zwitserland, dus ik heb de fles er laten staan. Zo van, de dop ligt er ook. En dat komt alweer, maar ik wilde hem weer. En hij is echt 8 euro, fantastisch. Dus die heb ik weer besteld. En dit was laatst echt een mega hit op een feestje. Ik heb ze zelf niet geproefd, maar ik dacht, dan doe ik die er ook maar weer bij. Want die vindt iedereen dus heel lekker. En wat ik wel heel raar vind, is dat deze moest ik per 2 bestellen. Dus ik heb er 2 besteld en ik heb er maar 1 gekregen. Huh? Nou, dit leek me ook echt heel leuk. Ik dacht eigenlijk meer voor als mijn collega's binnenkort komen eten. Dit is voor een knutsel van morgen. En hier was ik ook wel benieuwd naar. Nou, heb ik eigenlijk ook gekocht voor visite. Tompoes bonbons. Het kan niet naar tompoes maken, want een tompoes heeft geen melkchocolade. Maar nou ja, ik hou daar dus niet van. Maar goed, ik dacht het wel leuk voor visite. En deze voor op de koelkast. Dus dat is mijn bestelling. Hoi, ik vergeet te vloggen, dus ik vlog nu. In de oost, terwijl het pikdonker is. Ik ben net gaan sporten. Ik had dus echt de hele dag veel te lui in de zon gelegen, maar het moest even. En toen ben ik naar een Halloween feestwinkel geweest om te kijken voor een Halloween kostuum dit weekend. Maar ik vind alles stom of niet de goede maat en dat is niet geslaagd. En verder ben ik naar de sportschool geweest en heb ik boodschappen gedaan. En dat was mijn dag en ik heb nog 10.000 dingen die ik moet doen. Dus ik zit nog niet helemaal in het ritme. En morgen moet ik werken. Ik heb wel de spullen voor de knutsel morgen, want we hebben morgen een... Hoe heet het? Ik heb je liefdag. Dus ter vervanging van vaderdag, moederdag. Gewoon lekker knutselen, sleutelhangers. Wat ik eerder ook al heb gedaan, maar dan iets uitgebreider. Dus dat zal ik wel even laten zien nog, hopelijk. Dus, doei! Oh, ik heb lang niet gefilmd. Zo. Het is weer. Het is serieus 10:06. Ik ga nu pas weg van mijn werk. Ik weet niet wat het is deze week. Maar ook heel veel klets met collega's, zeg maar. Over werk, privé, gewoon... Echt belangrijk en ook gewoon hard werken. Ik ben ook wel gaar, lange dag, maar wel een hele goede dag. We hadden vandaag Ik heb je liefdag. Ja, ik ben dus vergeten om het te filmen. Ik vind het ook niet prettig om op dit werk te filmen, merk ik. Want het is gewoon niet echt natuurlijk mijn volle groep of zo. Maar ik heb fotootjes en die kan ik even laten zien van de foto's zonder gezicht. Nou, we hadden dus als basis dit, maar dan echt nog veel leuker. De kralen heb ik besteld bij bol.com, maar ze zijn echt mooi, zoals je kan zien. Een elastiek bij bol.com, een sleutelring bij bol.com. Zo. Dus sleutelring, dubbel elastiek, lusje eraan, letters rijgen. Aan het einde mochten ze allemaal kralen. Nou, de kinderen hadden veel leukere creaties. Dan moesten ze daaraan ook nog met normaal touw leuke franjes of dingen knopen of wat dan ook. En dan in een doorzichtig zakje, briefje erin, dichtplakken. Echt heel leuk, even kijken. Zo werd het dan uiteindelijk een kaartje in een doorzichtig zakje. Het zag er echt heel erg leuk uit. Sommigen hadden gewoon opa, mama, anderen hadden een hele naam. En dat was wel best wel lastig natuurlijk voor groep 3, 4.
Dus ik heb best wel wat moeten helpen. Dus heel erg leuk. En nu ga ik lekker naar huis. Ik heb even een snelle wok gemaakt met echt allemaal random dingen. Van de toko die gekke champignonnetjes, zeg maar. Die kleine lange en een soort van andere grote champignon. En udonnoedels, kip, garnalen, chili saus, knoflook, uitje. Niet heel veel groente eigenlijk, maar het is best wel lekker. Hallo jongens, we hebben een Halloween feestje. En ik heb nepwimpers op. En enge lens, maar ze zijn niet heel eng. Het zijn zombie groene ogen, maar op mijn ogen zie je het niet heel erg. Je ziet het wel, maar niet super erg. Maar ik moet nog even misschien lipstick op doen. Ik heb duivelsoortjes van de H&M. Dit draag ik heel vaak. Neptattoos van de... Waar zijn die tattoos van? Ook hier een tattoo. Ik weet niet waar ze van zijn. Ik heb ze niet zelf gekocht. Dit is een topje van Naked die ik echt nooit draag, omdat ik het te strak vind. Maar nu vond ik het wel kunnen, want ik heb een serveerse look. Dit rokje is van Only. Dit is zo'n Halloween ding. En ik hoop dat ik eng genoeg ben. Oké, ready. Ik dacht alsof ik naar kerst ga of zo nu. I like. Nou, dat was echt een heel leuk feestje. Ik had dus nepwimpers van de Primark op. En deze lenzen zijn van Alenza. Maar je ziet ze dus, het lijkt alsof je ze niet heel erg ziet, maar als je ze uitdoet zie je echt groot verschil hoor. Zie je? Maar het zijn dus groene zombie lenzen, maar het lijkt meer een soort van facetune ogen. Als ik ze uitdoe lijkt het echt van wow, ik heb echt geen ogen meer. Super grappig. En dit was de look. Het is gewoon eigenlijk een normale look, maar dan met dit dingetje. Eigenlijk had niet echt veel mensen hadden echt een Halloween outfit aan. Maar ik vind het wel heel leuk om mezelf een keer zo te zien. Ik vond het wel gewoon een keertje leuk om er een beetje wat meer zo uit te zien. Omdat ik dat echt nooit doe. Gaar, maar wel leuk. Ik wil het even filmen, maar dat is omdat ik het gewoon zo grappig vind om te zien. Omdat ik dit dus nooit doe. Dragen jullie wel eens nepwimpers? Ik vind het echt zo leuk om eventjes mezelf gewoon wat meer fleeky te zien. Ook al is het nu niet heel fleeky meer, maar... Ja, ik vond het wel leuk voor een keer. Ja. Voel je toch lekker een beetje vrolijk of zo. En mijn haar is trouwens ook leuk. De kleur is echt goed. Dus ja, leuk. Het was echt een hele gezellige avond ook. Hallo. Het is nu zondag. Het tikkeltje brak. Maar vandaag gaan we even naar de kermis. Want het is de laatste dag dat er kermis is. Dus dat. Yummy. Het was echt... Nou, het is kerst aan het regenen, maar het was wel heel erg leuk. En ik vind de bosolietjes zo leuk. Ik ben echt als een kind zo blij. Ik ging tegen iedereen aanbeuken. Jongens, ik ga de maandag lekker goed beginnen. Ik ga naar de gym. Ik heb deze trui gekregen van Chiquelle. Ik vind hem zo leuk. Ik zie er nu echt niet uit, maar het maakt niet uit. Kijk, ik heb nu een joggingbroek aan. Ik had hem gisteren ook bijna de hele dag aan. Hij valt dus zo. Het is een M. Want er was geen L meer, maar ik had ook nog echt een S kunnen nemen. Hij is echt heel groot. Maar ik vind het zo leuk. Ik heb nu een hele lelijke outfit aan, maar dat komt omdat ik van mezelf gewoon zomaar wat moest aantrekken. Zodat ik lekker snel wegga en niet moeilijk doe. Dus dit ziet er nu niet uit, maar de trui is geweldig. Ook niet te lange mouwen. Ik vind hem zo leuk. Gisteren heb ik trouwens helemaal niet verteld, maar waren Ha en ik 2 jaar samen. Of nou eigenlijk 2 jaar geleden dat we... Dat is de dag dat ik 2 jaar geleden, echt zo kort pas... Reageerde op zijn Tinder berichtje en we sindsdien eigenlijk elke dag praten en gingen bellen en gingen daten. En sindsdien, we hebben natuurlijk een hele korte break gehad, echt een week of zo. Maar ik heb hem volgens mij op zijn langst 1,5 dag niet gesproken sinds we elkaar kennen. Ook dus toen we een break hadden, dat voelde gewoon niet goed die break. Maar dat weten mensen wel die dat toen gezien hebben. Maar goed, dat is dus eigenlijk onze datum. We hadden geen officiële verkeringdatum, dus eigenlijk is het 2 jaar samen. We kennen elkaar 2 jaar, maar... Eigenlijk zijn we sindsdien ook wel samen. Ik heb een heel mooi kettingje van hem gekregen. Wat ik echt niet had verwacht. Dat zal ik nog even laten zien. Verder heb ik het niet echt gevlogd. Dat was best wel privé. We hadden echt een heel fijn avondje. En het was echt geweldig. Ik ben helemaal blij. En ik had ook helemaal zin om op te staan. En mijn week goed te beginnen. Het is een beetje kort geslapen. Maar maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker zo zonder make-up. Nu naar de sportschool boodschappen doen. Ha heeft me ook even daarbij geholpen. Van oké, ga lekker opstaan. Ga lekker eerst je dingen buiten de deur doen. Ik heb dat soms echt even nodig. Dan ga je daarna al je dingen in huis doen die je wil doen. Dingen thuis. Dus ik ga nu sporten en dan ben ik daar 9:30. Dan ben ik waarschijnlijk pas 12 uur terug. Dus de dag gaat echt dan al heel snel. Ik heb super goed gesport. Toen lekker niet te langzaam boodschappen gedaan. Lekker gezonde boodschappen. Ik ben nu trouwens helemaal ingekakt. Toen even lekker speldbolletje met kipfilet gegeten. En naar de bouwhof geweest voor de lampjes voor onze nieuwe lamp. Die we nog moeten ophangen trouwens. Maar dat is heel veel werk.
En nu thuis, het is 12 uur, bestellingen weggebracht, ik ben helemaal ingestort. Ik ga even de koffie maken. En dan ga ik even de keuken opruimen. En dan aan de slag met mijn werk. Ik heb niet alles kunnen doen wat ik wilde vandaag, maar wel veel. Alleen, 's ochtends zo heel zwaar sporten als je een beetje moe bent. Ja, dat... Soms krijg ik heel veel energie van sporten, maar dat had ik nu dus niet. Dus ik heb wel wat dingen gedaan hoor, maar niet alles. Maar ik heb morgen ook nog en dan red ik het wel. En nu heb ik even wat simpele, gezonde eetinspiraties voor jullie. Wij eten. Dit is haventjes in elkaar gefranst. Echt heel lekker gezond. Witte rijst, spinazie heel kort gebakken met knoflook. Dat doet hij altijd echt heel lekker, dat het nog knapperig is. Tilapia en tomaatjes gebakken. En ik heb hier tomatensla. En dat lijkt extreem veel dressing, maar het komt omdat ik dus mega veel mosterd heb gedaan. En dan met veel vocht erbij. En dan marineert het heel lekker. En dat is heel lekker. Een beetje merikswortel, een beetje, heel klein beetje olijfolie, een beetje honing. Met name mosterd en nog een beetje frambozendressing, azijn. Jongens, iedereen zegt dus dat Olaplex heel duur is. En ik zag het, ik dacht oké, 25 euro voor een fles shampoo is wel heel duur. Maar het is wel te doen. Maar ik had niet naar het milliliters gekeken, toen krijg ik het binnen. Dit kost 25 euro. Ik heb nummer 6 besteld, de Leave-In. Want de kapper had dus Olaplex van mij gedaan en ik vroeg aan jullie op Insta welke goed zijn. En de meeste zeiden 3 en 6. Dit is volgens mij wat je voor je shampoo doet. En ik heb gisteravond ook de gewone shampoo besteld. En die zou vandaag in huis zijn, maar die was er dus niet. Dus toen ben ik maar gewoon mijn haar gaan wassen met iets anders. En dan ga ik volgende wassessie dus dit testen. En de shampoo. En gisteren had ik dus een beetje taak af, hoe noem je dat? Uitstellend gedrag. En had ik ineens dus een hele inspiratie gekregen. Dat het echt prachtig zou zijn als de bank tot daar zou lopen. En Hadi voelt het ook wel op zich. Alleen de leverduur van... Wat dan ook, van deze bank is 16 tot 18 weken echt gestoord. En toen zag ik op Marktplaats een hoeker in lichtgrijs voor 200 euro in plaats van 380 of zo. In Leidschendam. Dus die ga ik dus nu ophalen. Nou, ik ga wel even naar de kleur kijken. Maar ik denk, want dit is bijvoorbeeld echt lelijk grijs en zelfs dit zou erbij passen. En volgens mij is die grijs van haar heel mooi. En dan hebben we daardoor ook hier heel leuk wat meer die vensterbank in zicht. Dus... Veel gezelliger vind ik het dan meteen hier. Het is minder zo'n tv-kijkhoek, maar meer echt een gezellig eethoek of zithoek. Nou, jongens. Hij is dus hartstikke mooi, want het is echt tof. Het is echt niet een super erge grijze kleur, want ze had er iets grijs naast staan. En naast dat grijze was dit echt niet grijs. Ik denk dat het serieus een beetje tussen onze bruine en lichte kleur in zit. Ik ben heel benieuwd. Ook zo'n lekker zacht stofje, net als het roze gedeelte. Dus naast het roze gedeelte zit wel dan precies dezelfde stof, maar dan een andere kleur. Maar we waren aan het tillen. En haar is altijd echt van, je moet het meten, je moet het meten. En nu was ik van, ik moet het gemeten zijn. Nee, het past wel. Dus ik heb niet gemeten. Dus wij staan dat ding in die auto te tillen. Gaat het er niet in? Echt, oh. En de aanhanger is ook weer 50 euro, weet je wel. Dus zij zegt, dan moet ik het naar je brengen. Het is toch maar 16 kilometer of zo. Ik zei, nou, nee, dat hoeft toch echt niet. Toen zei ik, maar is die vierkant? Zei ze, nee. En toen zei ik, maar de andere kant dan? Oh! Ik zeg, oh please, zeg me dat we nu de breedste kant erin probeerden te doen. En toen draaiden we hem. En echt tot op de centimeter passen die erin, de kortere zijde. Dus hij zit er echt precies in. Nou, nu naar huis rijden, 8 minuutjes. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat staan. Vet leuk, want het is echt 18 weken levertijd. Dus als dit nu mooi is, hebben we zoveel mazzel. Nou, zie ik jammer, het is veel te groot. Dit is niet... Deze maat, zeg maar, die staat er niet op de website. Hij is gewoon 5 centimeter groter aan beide kanten. Het is ook niet een andere maat of zo. Dus wat ze had gezegd klopt wel vanaf de website. Maar het klopt dus in theorie helemaal niet. Wat raar. En het ziet er echt niet uit. Ik heb me ook al daar geprobeerd. Zag er ook niet uit. Dat komt nu ook veel te ver. Zo jammer. Echt stom. Oké, we vinden het misschien op deze manier toch wel leuk. Hij is gewoon net te groot. Maar dit is dus wel de kleinste maat die er bestaat. Dus we moeten het gewoon even aankijken. Ik bedoel, ik kan het altijd weer verkopen. Misschien toch zo'n tussenstuk bestellen wat dan over 18 weken komt. En dan daartussen zetten, dat is wat minder groot. Maar misschien vinden we dit ook weer wel leuk. Het kan. Ja, het is misschien best wel druk. Maar in het echt vind ik het mooier dan op beeld. En we zitten ook een beetje met de kleed te kijken. Of het eigenlijk vindt het een beetje slechte kwaliteit. Dus, en misschien is het toch kleiner wel weer leuker als het gewoon... Dat je nog wat vloer ziet en zo. Dus nou, we moeten nog even kijken. Nou ja, wel benieuwd naar jullie mening trouwens. Hebben jullie nog ideeën of whatever? Echt. Mensen zeggen altijd van, hoe kan het als je huis zo lang duurt? Maar
om deze reden. Dat is een salontafel. We weten het niet. Een kleed, we weten het niet. We vinden het allemaal niet mooi. We gaan nu even naar het woonhart. Even kijken nog. Misschien zien we wel bij wat simpelere winkels. Weet je, alleen bakker, want we hebben van die grote ketens en nog wat leuks. En ik heb lekker een havermoutje. In mijn thermos ding van Hema. Maar het is lastig, want we doen echt ons best. Maar we zijn dus gewoon heel kritisch of zo. Of we hebben er geen verstand van. Ik weet het niet. Oké, jongens, dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Vergeet niet te volgen op Instagram. En tot bij de volgende vlog. Doei!